Een donkere avond bij Zeven Pazi in Suriname werd plotseling doorbroken door het angstaanjagende geluid van geweerschoten, terwijl 8 gewapende en gemaskerde mannen 2 voertuigen overvielen. De inzittenden werden gedwongen hun waardevolle bezittingen af te staan, terwijl 1 van hen, een DNV'er, werd neergeschoten in beide benen. Gewapend met machinegeweren, vuistvuurwapens en jachtgeweren, eisten de criminelen geld, sieraden en telefoons van hun weerloze slachtoffers. Na de beroving vluchtten ze weg richting Adjoni, achterlatend een spoor van angst en chaos. De politie werd gealarmeerd en zette koers naar de plaats delict voor onderzoek, terwijl de gewonde DNV'er werd overgebracht voor medische zorg. Gelukkig is zijn toestand stabiel. Nu is het een race tegen de klok om de daders op te sporen en gerechtigheid te brengen voor deze laffe daad, terwijl de schaduw van angst blijft hangen over de wegen van Zeven Pazi.